Welkom in Content V. Mijn koninkrijk is helaas overgenomen door de kwaadaardige koning Julian. Vandaag wilde ik nog eventjes één keer spieken hoe de beveiliging zou staan. Maar ik kon mijn ogen niet geloven. De complete stad was verlaten en de ingang was gewoon helemaal vrij. Zou Julian weg zijn? Of is dit toch stiekem een valstrik waar ik nu in loop? Ik hoorde dat als we geen 5000 likes halen op deze video, ik nooit meer mijn stad terugkrijg. Ja, jongens. Daar zijn we weer. We staan hier bij de tent van Julian, oftewel Po, oftewel koning. Koning, nepkoning Julian kunnen we het best noemen. Hallo, koe. Leuk dat je er even bij bent. Hallo. Zoals jullie misschien wel in de intro gehoord hebben, hebben René en Bram gespot dat daar bij de ingang de guards ineens weg zijn. En dat vind ik een beetje gek. Dus laten wij gelijk even die kant op gaan om even te spieken wat daar aan de hand is. Want de aanval is bijna klaar, jongens. We zijn bijna ready om opnieuw aan te vallen en koning Julian gewoon helemaal van de kaart te wipen. En we zijn met een big brain plan bezig. Maar goed, laten we eerst even kijken of het verhaal waar is en dat er echt geen guards staan. Trouwens, dit is een beetje gevaarlijk om hier te staan. Maar voordat ik ga kijken, jongens, moeten jullie even abonneren? We zitten zo dicht op die 160.000 abonnees. Dus abonneer nu even. Reageer even dat jij bent geabonneerd als jonge man. Of jonge dame, dat mag allemaal. En daarmee ontzettend cool. Do now. Alright, als ik hier ga spieken. Oh my days, inderdaad. Jongens. Huh? De guards zijn gewoon weg. Is het, Is het zondag of zo? Zijn ze met z'n allen naar de kerk? Is het veilig? Kan ik gewoon zomaar mijn eigen kasteel inlopen of zo? Of hoe zit dat? Ik heb zo mijn best gedaan vorige keer iedereen te bevrijden. Want het doel waarom ik hier ben, jongens, is om Justin even te kijken of ik überhaupt iets over Justin kan vinden. En Maurits heb ik ook al niks van gehoord. Oh, maar deze, waar is iedereen? Letterlijk iedereen is weg. Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Dikkie Dik, Toeter. Ah, ze zijn er nog. Potlood, Bassie, nieuwe Toeter, Toeter. Dikkie Dik en Jopie. Oh, en Klodder en Dik. Andere, nog een Dikkie Dik. Waarom hebben we zoveel Dikkie Diks? Die hebben we ook nog. Waar zijn de bewakers heen? Waar is Julian? Hoezo kan ik hier zo veilig rondlopen? Hé, wat is dit? Een beek. Bij Nootje. Oké, Noah, dit komt later. Dit komt later. Het feit dat Noah hier al wat heeft neer kunnen zetten, betekent dat hier al gewoon een tijdje geen bewakers meer zijn. Hallo. Waarom is iedereen weg? Vorige aflevering heb ik echt nog overal moeten sneaken hier. Overal stiekem doorheen moeten lopen. Sinds wanneer kan je rechtermuis klikken op redstone? Sinds wanneer is dit een ding? Oh mijn god. En er staat hier ook weer iets. Jongens, er is zoveel gebeurd sinds ik ben weg geweest. Kan ik dit stiekem lezen? Poppy poppy, heel veel roosjes. Vanaf vandaag kan je langskomen bij het graf van Justin. Huh? Toon wat respect. Hij is begraven in Kingdom Koud. Het graf van Justin. Is Justin dood? Wordt Content 2 ineens zo duister dat Justin gewoon niet vermist is, maar gewoon overleden? Justin, mijn boy. En is iedereen naar de begrafenis van Justin of zo? Blijft een spelletje, jongens. Justin is niet echt dood. Misschien in Minecraft. Oh. Ik hoorde een trident. Er is iemand. Ik hoorde een trident. Er is wel iemand. Nu ga ik gewoon op onderzoek ook. Trouwens, misschien moet ik wel wat voorzichtiger zijn dan gewoon via de hoofdingang, maar het werkt. Ik bedoel, ik loop bij mijn kasteel. Oké, jongens, laten we even gewoon spieken. Oh, ik zie een name tag. Eentje ook maar. Wie is dat? Het is Julian. Het is Jultemax. Het is zover, jongens. Laten we hem ook gewoon confronteren nu. Ik bedoel, zijn guards zijn toch weg. Laten we de confrontatie met hem aangaan. Oh, nee. Oh, nee, er staan wel guards. Maar weet je wat? Ik heb goede armor. Ik heb letterlijk alles. Ik kan het aan. Ik kan het aan. Julian! Jij tiran! Wat doe jij hier? Jij slecht persoon. Ja. Waar zijn je bewakers? Ja, dit zijn mijn enige twee. Deze twee hier. Ja, ik heb niet genoeg meer diamonds om ze allemaal te betalen. Dus ze zijn allemaal weggegaan. Wacht even. Je bent ten eerste een hele makeover gegeven hier. Had je door dat je twee gevangenen weg waren? Nee. Heb je niet eens gekeken naar René en Anne? Nee, ik zat wel lekker op deze troon. Ja, ik zag het. Ik heb gewoon orders gegeven aan de bewakers. Dus. Maar al je bewakers zijn dus weg. Die heb je achtergelaten, behalve deze twee. Dit zijn loyale knapen of zo. Ja, ik moet ze zo ook nog betalen, maar ik heb nog niet heel veel, zeg maar. Dus. Oké. Maar ze blijven dan wel, of? Ja, dat hoop ik, dat ze zo loyaal zijn. Nou, laat maar zien. Laat maar zien hoe loyaal ze zijn, hè. Ik ben ready om ze überhaupt aan te pakken wanneer nodig. Nou, jongens, ik heb hier een diamond. Ik heb geen diamonds meer. Oh, en mijn kroon. Zou het genoeg zijn? Dat is goed, toch? Toch?
Ik denk dat ze te weinig vonden, Julian. Wat is je planning nou? Want waar is je leger heen? Waar zijn al die anderen heen? Dat hele grote leger van je? Ja, ook ik weg. Heb helemaal geen diamonds meer. Moest het hele kasteel herbouwen. Zeg maar al gewoon dat paars. Herbouwen, hallo. Je hebt een paar vlaggetjes opgehangen. Je hebt de kleur van het tapijt aangepast. Ja. En je bent zelf nog eens rood ook. Waarom heb je het paars gedaan? Je bent zelf rood. Alles was al rood. Ja, klopt, ja. Maar ja, die mensen die eisten heel veel diamonds. Dus. En nu, wat is je planning nu? Ik sta hier nu in volledig goede gear. Helemaal hersteld. Ja, hoe heb je al die gear gekregen? Ja, en ik had het gewoon in managers gedaan, joh. Oh. Ik ben toch niet stom? Ja, maar trouwens, ga jij eens hier beneden staan? De rollen zijn omgedraaid, hallo? Nou, nee. Au. Ga jij eens daar beneden staan, au. Zo. Hey, je guards zijn weg. Alles wat je had is weg. Je leger. Het is stom dit. Je hebt het stom gehandeld. Kijk, dat is het verschil. Mijn volk is bij me. Omdat mijn volk gewoon... Ik heb veel abonnees, weet je? Nee. Helaas. Nee, jij betaalt ze met diamonds. Hè? Ja, ja. En als het op is... Kijk, ik wil je wel wat lenen. Maar dat ga ik niet doen. Oh. Dus als jij nou eventjes... loop me even mee. Ik heb wel wat leuks voor je nu. Ik bedoel, de rollen zijn omgegaan. Ik had een heel leger aan. Was ik aan het opbouwen. Weet ik veel wat allemaal. Maar in principe kan het ook zo simpel als dit. Kom mee. Ik heb wat leuks. Ik ga wat leuks maken. Want iedereen, echt iedereen is weg. Ja, dan ga ik je hier ter plekke doodmaken. Nee, ja, dan loop ik liever mee. Oké, wacht. Kom maar. Zo, bewaker. Het bleek dat jij helemaal niet zo heel duur was. Volgens mij was Julian gewoon echt heel arm. Je kost zeg maar 5 diamonds per dag. Nou... Ik hoef je maar één dag te hebben, dus dankjewel voor het aanwezig zijn hier. Ik heb een guillotine, heet het volgens mij? Heet het een guillotine? Is dat het? Nee, guillotine? Nee, ik weet het niet. Zo'n ding gemaakt waar je hoofd eraf valt. Zo'n ding heb ik gemaakt, jongens. En hij staat hier. En dus ik heb al een beetje nepbloed neergelegd. En hier ook. Gewoon om een beetje voor de sier. En dan gaan we Julian hieronder zetten. Heb ik een anvil hier. Die gaan we op zijn hoofd laten vallen. En dan hopen we dat zijn hoofdje er gewoon ploep, netjes afvalt. Het content frame wordt in een keer heel duister. Maar dat is nodig, toch meneer de bewaker? Ja. Zou jij Julian, die hebben we daar in het huisje even opgesloten. Zou je die hierheen kunnen brengen? Top, dankjewel. Nou jongens, dan wachten wij heel even op dat Julian op wordt gehaald. Als dat klaar is, dan ga ik die bewakers ook gewoon vrij laten. Dan weet je, dan geven ze misschien zelfs 10 extra diamonds. En dan mogen ze de grote wijde wereld in. Daar heb je hem, Julian. Hallo. Het is tijd. Ik had niet gedacht dat dit zo zou eindigen. Je had een groot leger. We hadden een oorlog. Ik had gedacht van, dit gaat nog de lijpste comeback van mij ooit worden. Maar het eindigt dus gewoon dat jij blut bent. En dat we hier met z'n tweeën dus staan met 2 bewakers. Weet je, bewakers, willen jullie het zien? Of willen jullie gewoon lekker nu de vrije wereld in? Oh, ja, ze willen het zien. Oké. Wat is dit, Julian? Hoe ziet het eruit? Het lijkt wel een mooi troon hier zo. Nou, dit is je laatste troon, denk ik dan. Oké. Hoe gehecht ben jij aan je hoofd? Best wel erg eigenlijk. Ik kan niet zonder eigenlijk. Nee, dat snap ik. Maar ik denk dat we toch wel... Hey, bloemetje laten staan. Toch wel zonder je hoofd moeten. Want we gaan je hoofd eraf hakken. En dan is het gewoon klaar. Dat is de straf voor alles wat je ooit gedaan hebt hier. Het is misschien een beetje duister tot hoe we eerder gehandeld hebben. Maar ik denk dat dit misschien wel helpt met gewoon dit. Dat je dan ook niet meer terugkomt en zo. Ga je akkoord? Ja, ik ga toch sowieso dood. Dus, ja? Ja, dan ga ik liever wel gewoon op een nobele manier. Op een nobele? Wat is hier nobel aan? Je wil ook wel heel graag en je loopt zelf vermogen zo. Ja, wat heb ik anders? Ik kan niet wegrennen. Hoor. Wil je nog? Wacht. Ik vind prima, je mag nog één laatste speech geven voor alle acties die je gedaan hebt en dit... Stomme einde aan jouw epische verhaal. Kom maar even met je speech. Oké. Subscribe to Rick Force. Oké. Dat was het. Oké, gaan we dit gewoon even snel afhandelen, heren? Of heren, ik weet niet wat eronder zit. Dan wil ik ook niet weten wat eronder zit. Maar ga zitten. Hier, kom. Ga liggen. Ga daar staan. Ik hou van in ieder geval. Draai je om. Zet je hoofdje precies hierin, inderdaad, zo. Is er echt nog iets wat je wil zeggen? Want het is nu echt klaar, hè? Voor de kijkers die altijd gevolgd hebben hoe dit gedaan is... hoe jij een zwak einde hebt, een zwakke koning bent geweest, een nepkoning. En dan eindigt het zo, ik kan het niet geloven eigenlijk, hè? De mensen bij kamp waar ik heb gezeten, die zijn nu aan het voorbereiden... om een oorlog te voeren tegen jou. En ik ga je hoofd hier nu afhakken. Ja, maar? Ik was ooit de machtigste hier. Dus dat vind ik als een troon. Hoezo de machtigste? Ooit de machtigste van deze server. Dat geloof ik niet. Voor een paar dagen. Hé, je bent 1 seconde verwijderd van je hoofd gewoon, hè, die eraf is. Oh jee. Hebben we er zin in? Ja, mag ik nog de laatste keer naar de zon kijken? Doe nog 1 keer naar de zon kijken dan. Doe maar even naar links. Even naar de zon kijken.
Ja, goed zo. Ik doe een beetje pijn aan mijn ogen, oké. Kijk nog één keer naar rechts. Goed zo. Kijk maar goed om je heen. Wil je nog dat ik voor je dieren zorg of zo? Ja, voor paard en ezel. Ja, dat komt goed. Die zijn al lang dood. Zijn, maar... Die zijn al lang dood. Hey, 3. 2. 1. Aju. Oh. Hij is dood! Hey! De koning is dood! We hebben het gedaan en helaas zijn jullie mijn enige twee van het publiek. Ik ga zijn hoofdje oppakken, jongens. Hij is dood! Yeah! Hey, jullie zijn vrij om te gaan en om te doen wat jullie willen. Jullie hoeven hier niet meer in dit kasteel te zijn. Ga lekker de wijde wereld in en leef. Oké? Dag bewakers. Tot ziens. Tot ziens, jongens. Nou, jongens. Dat is Julian. Dus laat ik de info hier terugstoppen. Ik vind het een mooi plekje waar de guillotine guillotine. Laat even weten in de reacties hoe je het nou precies spelt. Spel het. Schrijf het zoals je het... Of wacht. Spel het zoals je het schrijft. Maar Julian is dood. Het is officieel. Daar ligt hij. Zijn hoofd. Zonder kroon ook gewoon terecht, want dat kroontje dat hoorde niet bij hem. Hij was niet de koning, niet de rechtmatige. Mijn kroon is veel mooier. Laat hem heel even oppakken weer. Heb ik even een fence nodig? Wacht even hoor. Mijn kasteel is van mij. En ik hoop dat Julian niet aan mijn dinges heeft gezeten, mijn chestroom. Oh, wat vind ik het lelijk dat alles paars is eigenlijk, jongens. Waarom? Ik vond het op zich wel lijp, maar het hoort niet bij mijn kasteel. Alles moet rood zijn. Hier, ik heb één fence bemachtigd. Gaan we terug naar de ingang. Dan gaan we even als waarschuwing voor elke andere loser die ooit denkt te kunnen overnemen zoals Julian. Boom. Zetten we zijn hoofd neer. Pas op. Dit is één keer eerder geprobeerd in te breken door iemand anders. Eén keer iemand heeft geprobeerd het kasteel over te nemen. Koning te worden. Hier trouwens. Vermist Barry. Dat is niet meer waar. Barry is terug. Hier vermist Willy. Dat is ook niet meer waar. Willy is ook terug. Jongens, de orde is langzaam een beetje wedergekeerd. Julian is verslagen op de meest stomme manier ooit. Maar wel leuk. Laat even weten in de reacties nu. Wat ik met Julian's hoofd moet doen. Ik zet hem voor nu al even als waarschuwing hier neer. Maar reageer nu even zeker met... Hey Max, doe dit met het hoofd of doe dat met het hoofd. En misschien dat hij hier wel een leuk graf kan bouwen over... Moeten we een graf voor hem bouwen? Is dat het ding? Verdient Julian een eigen graf? Een eigen plekje om te rusten? Of om juist niet te rusten? Rust niet in vrede, weet je? Ik hoop dat je niet in vrede rust, Julian. Ik hoop dat je brandt in heel. Dus ja, jongens, laat het vooral even weten in de reacties. Voor nu kan ik denk ik gewoon weer verder gaan met het kasteel. Ik denk dat ik de rode tapijtjes even om moet wisselen. Ik ga heel veel paarse... Maurits? Hallo? Hallo? Ik ben er weer. Waar was je? Ja, ik was gewoon even weg. Ik was gewoon even lekker op vakantie. Gast! Wat is en Bram zouden helpen. Bram heeft gevochten voor zijn leven. En nu kom je in één keer weer aankakken na afloop. Echt letterlijk net is het klaar. Ja, maar het hadden toch later afgesproken? Het was toch, of was het nu al? Oh, maar deze. Je hebt echt alles gemist. Letterlijk. Net zoals Robin. Je hebt ook alles gemist. Ja, Julian is... we hebben hem verslagen. Hij heeft ons verslagen. Maar hij bleek blut te zijn. Het was heel episch. Heel gaaf allemaal. En ik had echt nog nooit zo'n Minecraft ervaring gehad. En toen bleek het gewoon dat hij blut was. Toen is het eigenlijk heel stom geëindigd. En nu staat zijn hoofd op een paaltje. Dat is echt een top einde gewoon. Ja, ik vond het ook wel mooi. Dus dit, ik hoop dat dit mensen afschrikt. Ja? Ik kom nooit meer terug. Nee, maar wat heb je in je handen? Ja, dat is mijn rugzak. Ik was toch op vakantie. Oh, deze ouwe. Nou, kom binnen. Iemand heeft je huisje een beetje verder gebouwd. Daar, zie je? Tussen dat jij weg was. Heel klein beetje. Maar dat is volgens mij wel onder stijl dat jij verder kan bouwen, toch? Dat is helemaal goed. Dat gaat goed komen. Voor de rest, de tapijt zijn ineens paars overal. Let er niet op. Ik moet nog zoveel dingen even controleren wat er allemaal gebeurt. De grot is nog steeds ingestort. Dat is denk ik mijn volgende stap om te gaan bekijken. Maar voor je thuis nog steeds. En ik verwacht wel een soort goedmakertje voor het feit dat je niet hebt geholpen met de oorlog. Oh, dat komt wel goed. Oké, prima. Hey, ik ga beginnen met mijn restauratie aan het kasteel. Dat is hard nodig. Hij heeft veel verpest, veel gedaan. Ik moet nog langs straf van Justin. Er moet nog veel gedaan worden. Dus succes met je huisje, oké? Ja, ik ga even kijken wat ik allemaal kan doen. En ik verwacht echt serieus nog een kistje met iets van sorry. En misschien wat diamonds of zo, oké? Oké. Oké. Joejoe. Oh, jongens, wat is het heerlijk om gewoon weer thuis te zijn. Oh, als jullie hadden verwacht op een epische battle om me terug te veroveren. Ik ook. Is niet gebeurd. Ik vind het helemaal prima, want nu kan ik gewoon weer lekker gaan survivalen. Laten we beginnen met wat rode wol bij elkaar rapen. En oh, wat gaat dit een vreselijke taak zijn om allemaal weer terug te doen. Oh,
om dit allemaal weer terug te plaatsen zoals het al. Kijk, hier ligt gelukkig nog wat rode wol. Ik weet niet wat hij met mijn rode wol heeft gedaan. Misschien dat ik het nog kan vinden ergens. Maar laten we beginnen met dit gewoon weer hoe noem je het? Hé, Anne is dood in een wall. Anne is bij het kamp nog steeds, jongens. En die is nu gesuffocated in een wall. Doe je goed, Anne. Doe je goed. Die moet ik ook nog ophalen. Wat ga ik eerst doen? Gewoon weer lekker survivalen? En even mijn ding doen? Of ga ik eigenlijk het beste doen en iedereen weer terugbrengen hierheen? Hierheen, zodat ze kunnen genieten van de vrijheid hier. Laten we gewoon weer lekker survivalen. Jongens, dat was een makeover. Ik ben er nog totaal niet tevreden mee, moet ik zeggen. Althans, wel met de nieuwe kleur van de troon. Maar ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb een dit design. En ik heb hier anvils in gedaan. Twee heb ik er vast gevuld met diamond gear om even te kijken. Ik wilde origineel in dit wilde ik de lichten hebben. Maar toen dacht ik, misschien dat item frames, of noem je die dingen, armor stands daarin wel leuk zijn. Maar ik ben er niet heel tevreden over. Vooral met de lichten. Die vind ik echt nog heel lelijk, jongens. Maar het rode is wedergekeerd. Het heeft me ontzettend veel tijd gekost om dit allemaal ook weer terug te plaatsen, zoals dit. Mijn eten is ook nog eens op. Dus laten we heel even gelijk nieuw eten kopen. Maar oh, wat ben ik blij dat het rode. Kijk, ik heb hier trouwens de diamond gear gestolen. Ik ben blij dat het rode weer terug is, jongens. Zo hoort het gewoon, dat rode. Oh, dat ziet er echt niet uit. Ik ben echt niet tevreden hiermee, jongens. Alsjeblieft niet reageren. Oh, Max, wat ziet de troonzaal er nou ineens lelijk uit? Lelijk is het ook weer niet, maar ik bedoel dit hier. Dit moet gewoon eigenlijk even weg. En dan moet gewoon eventjes tijdelijk gewoon weer zo. Want dat kan echt niet. Dat is een hele slechte keuze, dit. Laten we daar nog heel even snel gewoon weer dit plaatsen. Niet te gek doen. Zo. Dat is ook tijdelijk overigens, maar dat is beter tijdelijk. Ik weet ook niet waarom ik water heb geplaatst daar. Het leek me wel leuk. Ik ben overigens ook één keer dood gegaan tijdens het bouwen. Toen ik aan het vliegen en toen landde ik te hard op de grond. Toen was ik weer dood. Oh, wat gaat dit traag. Dit ga ik zo meteen even doen, jongens. Maar ik wil eerst eten kopen. Kraapje, red me. Oh, red me. Oh, wat is het heerlijk om weer thuis te zijn, hé. Oh my days, wat ben ik hier blij. Ik hoorde een vuurwerk. Ben ik blij om thuis te zijn. Hier kon je toch eten? Oh nee, dat kan hier niet. Oh, dat moet ik op het kraampje helemaal daar halen. Oh nee. Oh, huh? Het ging... Wauw, oké. Normaal verdwijnt de krops dan, maar nu niet. 1, 2, 3. Hoppakee. Zo, daar zijn we hartstikke blij mee. Proppen we die weer even hier, kunnen we weer even chappen. Oh, en laten we dan gelijk dit boekje lezen wat hier is, jongens. I am back. Bij Nootje. Huh? Oh, Peter Simon naar de 45... Oh, hallo, wat staat hier? Nootje was hier. En dan gaan we door naar pagina 5. Oh. Tot snel. En... liefste zandwicht. Blijkbaar, jongens, Anne is teruggekeerd in Content Veen. En blijkbaar is ze niet alleen. Ze heeft Noah weer meegenomen van Kingdom Anoa. Ze zijn weer compleet. De zandheks en de zandwicht. Ze zijn allebei wedergekeerd. Wat leuk. Ja, dat vind ik helemaal top, jongens, dit. Dat vind ik helemaal top. Hier ben ik blij mee. Noah, welkom terug. Jongens, laat maar allemaal even de reacties weten. Noah, welkom terug. En nu dit, jongens. Want dit kunnen we ook niet even zomaar wegswipen. Vanaf vandaag kan je langsgaan bij het graf van Justin. Toon wat respect. Hij is begraven in Kingdom Koud. Hij is begraven in Kingdom Koud. Oh, laten we snel even naar Kingdom Koud gaan, jongens. Wat ik me ook afvraag, hè. Julian is natuurlijk niet dood, maar waar is Frederik? Waar is Frederik? Dat lab van hem gaan we even bekijken. Gaan we even uitzoeken, uitvogelen hoe het allemaal zit en zo. En daarna zien we wel verder. Maar eerst even het graf van Justin vinden. Waar is Justin zijn graf? Buiten Kingdom Koud. Oh, hier, kijk hier, hier. Justin, my boy. Justin ligt hier. Nee. Rust zacht, lieve Justin. Ik zal je missen, Anne. Met allemaal diamonds, bloemetjes. Zou Justin het missen als ik deze nu gewoon mee zou nemen? Deze diamonds. Nee, ik ga ook wel wat voor je achterlaten, Justin. Ik heb alleen geen sign bij me, maar wacht. Hier, we laten het hier achter. Zo, hoppa. Wat doen we erin? Een emerald, een rode carpet eromheen. Zo, eronder. Twee paarse, twee armor stands, drie vuurwerkjes, twee lanterns, vier grindstones, twee buckets en vier vleesjes. Zo, dan heb ik mijn inventory ook weer kunnen legen. Justin, dat is voor jou in je graf. Is hij nou echt dood of is dit een setup? Justin, meen je dat? Ik wil eigenlijk even onder zijn graf. Kijk, maar ik ga het niet doen. Dat is een beetje disrespect. Dat is een beetje respectloos. Ik ga ook nog wel even een bordje plaatsen erbij. Gaan we van Justin... Ik geloof niet dat Justin dood is, jongens. Echt niet. Ik geloof echt niet dat Justin dood is. Niet op deze manier. Hebben we hier een bordje? Nee.
Hij kan er trouwens wel eentje maken. Oh, wacht trouwens. Hier is jungle. Nou, jungle. Ja, jungles zijn prima. Hebben ze ook dice ergens of zo? Hebben ze glow ink sacks of zo, jongens? Come on. Oh, die hebben ze niet. Waarom nou niet? Ook niet hier? Nee. En... ik heb glow ink sacks nodig. Ai, opboeien. Dan maar niet, hè, Justin. Ik ga wel een lief berichtje achterlaten. Rust zachter. Want anders schrijft aan de linkerkant rust zacht. Lievere Justin. Ik zal je missen. XX Max. Kijk, Anne heeft geschreven. Rust zacht, lieve Justin. Ik zal je missen. X Anne. Kusje Anne. Ik schrijf. Rust zachter, lievere Justin. Ik zal je missen, XX Max. Oftewel, mijn berichtje Anne. Oh, het gaat sneeuw. Oh nee. Mijn berichtje Anne is veel emotioneler naar Justin. Ik heb gewonnen. Ik win. Laat ik snel terug naar huis vliegen, Justin. Even in de chat, jongens. Of even in de chat, even de reacties van Justin. Poor feller. Het had niet zo mogen eindigen voor Justin. Voor Justin Carroll. Free. Free nog steeds. Laat ik wel dit weghalen hier. Maar even een beetje... Laat het even opschonen wat er allemaal hier is gebeurd overal. Die kaarsjes die mogen ook weg. Kijk, heb ik nog meer dingen gemist? Zijn er nog meer kistjes die zijn achtergelaten voor mij die ik gemist heb? Nee, hier niet. Hey, Maurizio. Oh, Maurits zegt meneer Koning. Dus ik zeg meneer Rits. Hij heeft iets moois voor me. Wat is het? Wat is het, Maurits? Iets wat ik beloofd heb. Wat is het? Wil je dit? Ja. Heel graag. Mag niet. Oh. Oh, man. Oh, ik mag het wel. Oh, het is een chocobox. En het heet sorry. En er zit in. Oh, damn. Zadels, gear, chocoshells, shuffles, een dragon head en nog een elytra. Damn, Maurits. Maurits, dit is toch veel te veel. Maurits, er ga je heen. Nee, het is niet veel te veel. We love you, Maurits. Wat een cadeautje dit, hè. Die dragon head. Die wil ik gelijk een leuk plekje geven, to be honest. We gaan het gelijk veiligstellen, jongens. Laten we eerst eventjes... Oh, zo. Even kijken. Waar ga ik deze plaatsen? Is dat niet cool om misschien zo hier te... Of is dat niet cool? Dat ziet er... Nee, dat ziet er een beetje weird uit. Dat is een zwart blokje. Hij moet wel een goede plek hebben. Had ik er ook niet al nog eentje, jongens. Dan kan ik ze gewoon hier doen. Doe ik daar nog één. Wacht even. Voor de beste koning. Nee, grapje. Dankjewel, Maurits. En omdat je zei dat het moest. Dat klopt, het moest. Kijk, hier is mijn andere dragon head. Laat ik die nou eens ook claimen. Stellen we deze chocobox even veilig hier. Oh, wat zit mijn inventory weer helemaal vol, jongens. Ik ben 2 seconden terug op een beetje de normale survival manier van Content Veen. Ik ben gelijk weer helemaal volgepropt met spullen. Ja, dit is denk ik wel lijp, hè? Om die gewoon daar te plaatsen en een soort... Ik denk dat dat wel cool is. Dat maakt het al iets beter. Deze makeover gaat nog een keer gedaan worden, jongens. Geen zorgen. Oké, maar ik ging kijken of ik nog meer van die kistjes kon vinden. Want voor mijn gevoel had ik meer gezien. Voor mijn gevoel dacht ik hier ook iets te zien. Maar dat kan ik ook fout hebben. Ik denk dat ik dat fout heb. Hoe is het, Julian? Hoe is het hier? Helemaal lekker alleen. Gewoon zo. Blijkbaar was dit het. Blijkbaar zijn er geen nieuwe kistjes. Of niet nog meer kistjes geplaatst. Ja, zoals deze, jongens. Maar hier zit gewoon dirt in. Geen zorgen. Ook een nieuwe beacon is er ontstaan. Dat vind ik vreemd. Want waar komt deze? Vandaan, waarom is hier verder... Huh? Oh mijn god, dat komt hieronder vandaan. Oh, wow. Sinds wanneer zit hier onder een beacon, hé? Wat geeft die? Volgens mij geeft deze haste. Ik denk dat we haste hebben gekregen door die beacon. Nou, dankjewel Julian voor het toevoegen van een nieuwe beacon. Ik hou hem zonder van je geld, maar hij is nu voor mij. Is hier de trap naar beneden of zo? Nee. Oh, het zal wel. Maar goed, jongens, wat ben ik blij om hier weer lekker terug te zijn. Volgende aflevering wil ik echt een grote kasteel makeover doen. Dan wil ik mijn hele chestroom verplaatsen naar deze kamer hier. Maar ik ben zo ontzettend moe, jongens. Ik denk dat dit een iets kortere aflevering is. Ik had een heel druk weekend en ik probeerde deze video heb ik echt met het laatste beetje energie dat ik had. Vandaar dat het misschien ook niet al te mooi eruit ziet. Dat water en wat ik vat. Mijn energie was er gewoon niet helemaal. Kan een keertje gebeuren. Word alsjeblieft niet boos. Volgende video is gewoon weer zoals normaal. Of je hebt het niet doorgehad. Je vond deze net zo leuk als de andere. Dan is het missie compleet. Maar voor nu jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo niet, dan heb je pech. Kijk nu lekker deze video. Dit is het vorige Content Veen deel hier. Heb ik Julian bespioneerd. Heb ik ingebroken. En weet ik vooral allemaal. Veel spannender dan vandaag. Maar vandaag vond ik ontzettend leuk, want we hebben zijn hoofd eraf gehakt. En nu spreek ik later glaasje water op 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!